We staan ongeveer, denk ik, op het punt waar de kabel binnenkomt. De TAT 14, toch? Ja, TAT 14. Ja, TAT 14. Wat is dat? Dat is de transatlantisch telecomkabel. Telecomkabel, ja. Nummer 14 is dat. Nou, joh, nou hier is het zou, weer. Hè? Het zou hier ergens moet zijn. Hier loopt het spoor, kijk. Het komt allemaal via Frankrijk van Amerika. En de huidige throughput van deze kabel nu is 3,2 terabit per seconde. Oké, ja. De eerste connectie was 64 kilobits. Ja, dat is. En als je dat uitrekent, dat betekent dat het bijna verdubbelt ieder jaar sinds die eerste connectie. Dat klopte toen ook al, want na een jaar hadden we al de dubbele bandbreedte. Ja, dat klopt. Ik weet het nog. Oh, wat waren we blij. Dus eigenlijk wat er gebeurt is dat je een bestandje maakt. Dat stuur je naar een server. En zo wordt het via een glasvezelkabel wordt het naar de VS gestuurd. Maar, in Australië. Eerst wordt het opgeknipt in klein pakketjes. Ja. En ieder pakket in principe kan een andere route nemen. Dus het wordt vanuit hier verzonden in pakketjes. En die pakketjes die vliegen door de kabels. En dan op de andere kant worden ze allemaal weer verzameld. En dan wordt de e-mail wordt weer in elkaar gezet. En het idee daarachter is van als één van die connecties breekt, dat de pakketjes toch wel weer een andere route kan zijn weg vinden. Ja. En als één pakketje niet aankomt, dan kan de ontvanger zeggen van stuur deze ene pakket. En dan hoef je niet de hele e-mail weer te sturen, maar alleen maar de pakketjes die niet zijn aangekomen. De e-mail waar altijd over gesproken wordt als de eerste e-mail, wat niet de eerste e-mail was. Maar in die e-mail, 17 november 88 om 14:30 middags, daarin stond dat nu werd onze eerste internetverbinding, die was tot stand gebracht. Dat was een mijlpaal, ja. Dit was het eerste moment waar je uit kon gaan en inloggen ergens anders. Ja. Dus ik dacht van oké, New York, here I come. Dus, ik ging meteen inloggen en even een file laten transfereren heen en weer. En ja, het lukte. Dus dat was wel van ongekende omvang voor die tijd. Ja, ik weet een paar dagen. Dat weekend had ik gasten uit Engeland op bezoek. En omdat ik nog een connectie thuis had, liet ik het zien. En ze waren zo diep onder indruk van wow, New York, wow. En we hebben geen fles champagne opengedrokken. Nee. Want dat was onze stijl niet. Van zo, maar even kijken op het werk. Ja, het werkt. Oké, dan gaan we verder. Ja, inderdaad.